Mijn naam is Peter Schrijver, heemraad bij Waterschap Rijn en IJssel, oftewel dagelijks bestuurslid bij Waterschap Rijn en IJssel. Ik hou me in hoofdzaak bezig met alles wat in het watersysteem gebeurt en in het bijzonder ook met het project de Baakse Beek Veengoot. Dat is een proces wat wij een aantal jaren geleden zijn opgestart. Daar hebben we een gebiedsproces gehad, daar hebben we met heel veel partijen gesproken. Daar hebben we een ontwikkelperspectief uiteindelijk gemaakt. Daar hebben we heel veel input opgehaald en daar hebben we geconstateerd dat klimaatverandering ons gezamenlijke thema was. Dat gebiedsperspectief dat ligt er nu en dat is ook vooral een uitnodiging naar de diverse partijen om met elkaar, met ons in gesprek te gaan om te kijken of we tot goede projecten kunnen komen in dit gebied. Een aantal projecten dat loopt op dit moment. Ik zei al, klimaat is het centrale thema. In Lichtenvoorde wordt bijvoorbeeld samen met de gemeente Oost-Gelre gewerkt om Lichtenvoorde climate proof te maken. Daar heeft het waterschap een belangrijke taak in, de gemeente een belangrijke taak in. En er gaat het komende jaar een groot project starten om te voorkomen dat Lichtenvoorde wateroverlast ondervindt. Ook andere projecten, bijvoorbeeld vis passeerbaar maken van de Baakse Beek, is op dit moment in volle gang. We zien dat bij kasteel Hakvoort wat gerealiseerd is. Daar is een vispassage gemaakt. En wij zien ook op die plek dat daar enorm veel bezoekers komen. Dus we hebben extra aandacht besteed om de beleefbaarheid van water, beleefbaarheid van de Baakse Beek en van die vispassage, om die ook te versterken op die plek. Dus wees van harte uitgenodigd om op kasteel Hakvoort naar te gaan bekijken hoe onze vispassage daar werkt. We zijn op een aantal andere terreinen ook volop in gesprek met partners. We hebben ons op ons symposium Oase bijvoorbeeld een co-creatie kunnen meemaken hoe we rondom Ruurlo aan de Baakse Beek een belevingspad zouden kunnen realiseren. Dat doen wij niet als waterschap, maar dat doen vooral partijen in en rondom Ruurlo. Daar zijn hele aardige ideeën uit naar voren gekomen en ik hoop dat we die ook op korte termijn in de praktijk kunnen realiseren. In Vorden is een mooi project gestart waarin we samen met de bevolking, en de opkomst was massaal, we hadden een kleine 100 man in de zaal zitten. Daar zijn heel veel goede ideeën uit naar voren gekomen hoe we de Baakse Beek in Vorden vispasseerbaar kunnen maken, maar ook beter beleefbaar en toeristisch recreatief aantrekkelijk kunnen maken. Al met al gebeurt er enorm veel op dit moment in de Baakse Beek Veengoot. Maar we zijn en we blijven ook continu op zoek naar nieuwe initiatieven om ook weer nieuwe projecten te kunnen realiseren. Wees van harte uitgenodigd. Heeft u ideeën op het gebied van toerisme, recreatie, landbouwstructuurverbetering of op de enige andere wijze ideeën op iets wat met water en de Baakse Beek te maken heeft, voel u van harte uitgenodigd. Louise Remmersal is onze programmamanager. Zij is altijd bereid om met u mee te denken of er dingen gerealiseerd te kunnen worden. En uiteraard ben ik ook altijd bestuurlijk aanspreekbaar. Dank.